En dan hang je die dus aan de muur van de garagedeur. En dan kun je helemaal los met deze ballen. Tadaa! Landgenoten! Nee, alle gekheid op een stokje. Hey, hallo, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action Show vlog. Ik ben Marloes en vandaag staat in het thema van, je ziet het misschien al wel, Koningsdag. Alvast sorry voor onze Belgische kijkers, want ik weet dat er een aantal zijn. Laat je horen in de comments, maar vandaag is het dus voor ons in de Action Studio Koningsdag. Hossen in de straten met elkaar zit er dit jaar even niet in. Maar je kan er wel een koninklijk feestje van maken. Gewoon thuis, in eigen huis of de boel op stel te zetten in de tuin. Met je huisgenoten of met het eigen gezin natuurlijk. En ik heb hier een aantal producten bij me vandaag die echt super leuk zijn om 27 april een stukje feestelijker te maken. En waarmee je dus gewoon een hele leuke dag kan beleven in eigen huis. Ik ga je laten zien wat je nodig hebt voor deze Koningsdag van 2021. Laten we gaan kijken. Nou, Koningsdag is natuurlijk niks zonder versiering en attributen. Dus eerst is het tijd om jezelf in een leuke jurk te hijsen, zoals ik heb gedaan vandaag bijvoorbeeld. Of om je gezicht te sminken of gewoon lekker allemaal. Ik heb hier een aantal superleuke attributen die natuurlijk echt geen drol kosten. Helemaal blij mee, want ik zie hier al hele leuke speldjes. Oranje met glitters. Fantastisch, ik doe dit gelijk even in. Ik zie een scrunchie. Die kan je natuurlijk of in je haar doen, maar ook gewoon om je arm. Dus daar kies ik voor. Oh, deze is misschien wel zo leuk. In combinatie met goud. Bril erbij op. Oh, dat moet misschien een beetje enthousiast. Maar met Koningsdag kan je echt all out, hè. Dus haal alles uit de kast. En helemaal als je het lekker met je eigen gezin of je huisgenoten viert. Maak er iets extra leuks van. Ik heb armbanden. Of wat zijn het? Elastiekjes of oranje armbanden. Oké. Ik doe ze om. Ik mis alleen nog een drankje om te proosten op de verjaardag van Willy. Oh kijk, die kan je dan zo aantrekken. Ik doe even deze bril af, want het wordt nogal donker hier. En ik wil mijn gezicht sminken. Want dit hebben ze ook bij Action. En dat is zo'n sminkstift waarmee je dus in één keer de Nederlandse vlag op je wangen kan maken. Oké, je moet je natuurlijk niet ondersteboven doen. Dat zie ik mezelf helemaal doen. Rood is blauw. Daar ga ik, hè. Dus het is de bedoeling dat je met deze stift in één keer een Nederlandse vlag op je wangen maakt. Oh, ik doe dit helemaal blind, dus ik hoop dat het een beetje uitziet. Oké, dan deze kant. Love it! Nou, het ging super easy. En mocht je nou helemaal een ander idee hebben, wil je een kroontje sminken of iets anders leuks, dan hebben we ook nog deze smink make-up kit. Oh, nog een andere zonnebril ook. Hij is er dus in allerlei verschillende varianten. Ik ben zelf dol op ronde brillen. Dat gaat niet zo goed met die speldjes. Oké, vlaggetjes natuurlijk. Want niet alleen jij moet versierd worden, maar ook het huis of de tuin. Nou, je ziet ze hier achter mij al hangen. Vlaglijn van 10 meter met 20 vlaggetjes. Dus je kan er ook meerdere combineren. Mocht je nou een grote tuin hebben of helemaal los willen gaan in huis. Dit maakt ook gezellig geluid. Versiering is compleet. Dan is het natuurlijk tijd voor spelletjes. Want Koningsdag is nooit compleet zonder spelletjes. Je kan het zo makkelijk en moeilijk maken als je zelf wil. Dit hebben veel mensen al wel in huis bijvoorbeeld. Een stuk touw, wat je voor meerdere dingen kan gebruiken. En spijkers, om te spijkerpoepen bijvoorbeeld. Of dit touw in combinatie met een paar lekkere koeken om te koekhappen. En wat hebben we nog meer? Echt, er zijn zoveel leuke spelletjes die je gewoon binnen het huis kan doen. Of in de tuin. Ik heb er echt al helemaal zin in. Nou, touw. Echt multifunctioneel. En ballonnen. Daarmee doe je het ballonnenspel. Ik zal zo meteen nog even laten zien hoe dat er dan uitziet. Er zijn ook een aantal dingen die je gewoon kant-en-klaar in de winkel kan kopen. Dat is bijvoorbeeld deze leuke Jeu de Boule set met 10 balletjes. Ze zijn van kunststof, dus ook perfect voor de kids. Helemaal leuk om in de tuin eventjes de strijd met elkaar aan te gaan op de Jeu de Boulebaan. En deze is ook wel echt een klapper hoor. Dit is een XXL, dus echt een super groot dartbord. Opblaasbaar ook. En dat hang je dan dus bijvoorbeeld op ergens op de garagedeur of zo. En dan zijn er van die balletjes waarmee je in plaats van pijlen dus punten moet scoren. Fantastisch voor Koningsdag, maar natuurlijk ook gewoon voor deze zomer of wanneer er buiten gespeeld wordt. Ik zal dus even laten zien hoe dat in zijn werking gaat met dat spijkerpoepen. We nemen spijkers, een stuk touw en een schaar is ook handig.
Top. Zorg dat je een lang genoeg stuk touw neemt. Want je moet hem natuurlijk om je middel knippen. En dan moet hij nog naar beneden bungelen. Zodat je boven die fles kan hangen. Dus nou, ik zou zeggen zo'n stukje voor mij. Zo. En dan maak je daar een spijker aan vast. Ik heb hier helemaal zin in. Nou, spoel maar even door. Kijk. En zo makkelijk is het. Dan heb je dus een spijker aan een touwtje. Je knoopt hem om je middel. Je gaat boven die fles hangen. En spijkerpoepen maar. Echt heel goedkoop spel om thuis te spelen dus. En echt gegarandeerd dat je in een deuk ligt. Nou, hetzelfde touwtje kan je gebruiken voor koekhappen dus. Dus dan span je een touw door de kamer. En daar hang je een aantal van die heerlijke koeken aan. Of in dit geval eierwafels. Wel zo lekker, maar normaal doe je dit natuurlijk met ontbijtkoek. Maar waarom eigenlijk? Want dit lijkt me veel lekkerder. Dan heb je een touw gespannen door de huiskamer. Dan hangen onder die koeken en armen op je rug. En happen maar. Oké. Daar ga ik er straks een van opeten. En een ander leuk spelletje wat gegarandeerd echt lachen, gieren, brullen is, is het ballonnenspel. En dat betekent dat je een ballon opblaast. Daar knoop je een touwtje om. En die knoop je om je voet. En dan ga je proberen elkaars ballonnen kapot te stampen. Het klinkt heel onaardig, maar het is echt hilarisch. Zeker het proberen waard. En zo'n zak met ballonnen en een touwtje kost echt niks. Ik ga even dit leuke dartbord uitpakken. Oh, er zitten al gelijk een aantal ballen bovenop. Oh, dit is veel luxer dan ik gedacht had eigenlijk. Het is wel echt een joekel van een dartbord. Maar XXXL, nou jongens. Hij is wel groot. En er zit een gewichtje in volgens mij. Kijk hoor. Of wat is dit? Oh nee, zijn geen gewicht. Wat is dit? Een beschermhoes. Oh, dit is natuurlijk de opblaasbare binnenkant. Dit is dus de opblaasbare binnenkant. Die stop je hierin, in deze hoes. En dan hang je die dus aan de muur van de garagedeur. En dan kun je helemaal los met deze ballen. Tada! Vet leuk dit. Ik vind het nu al leuk. Oh. Nou, dit is echt gegarandeerd leuk voor Koningsdag. Ik heb echt zin om nu al deze spelletjes te spelen. Nou jongens, ik heb er echt een totale chaos van gemaakt. Maar dit is een teken dat de Koningsdag in ieder geval heel erg gezellig gaat worden. Mocht jij nou nog leuke tips hebben om Koningsdag te vieren met je huisgenoten of met je familie, drop ze hieronder in de comments. Want misschien kunnen we dan elkaar inspireren en het super gezellig hebben met elkaar op een afstandje. Ik heb in ieder geval heel erg veel zin in deze Koningsdag. En ik wens je een hele gezellige 27 april. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!